Onze rubriek Starter in de Kijker is meer dan gekend. Ik zou deze rubriek de volhouder in de Kijker willen stellen of willen zeggen. Naast mij staat Ignace de Savoie, inderdaad. 30 jaar de Savoie. Ik zou zeggen gefeliciteerd. Dat is een hele poos. Vertel. Ik ben daar fier op. Ik heb ervoor gevochten. Ik was niet de beste student. Dus ik heb altijd problemen gehad met mijn gehoor. Ik heb mij in de schooljaren moeten wringen om er te geraken. Ik heb mijn school kunnen afmaken, gelukkig. Ik heb geen hoge studies gedaan, maar toch een beroepsschool. En ik heb mij mijn eerste werkplaats ook moeten vechten om er te geraken. Gelukkig, de medische wereld heeft mij enorm geholpen. Operaties en hoorapparaten om toch te kunnen blijven functioneren. Ja, de kriebels zaten er al van jongs af in. Ik wou zelf starten. Jij bent een leerling van? Ik ben behost eerst in de Seria in Brussel, COVID. Maar ik ben overgestapt naar Wemmel, beroepsschool, omdat de technische afdeling mij toch iets te moeilijk lag door mijn taalmankement. Ik heb daar toch gelukkig een heel mooie opleiding gehad en mooie stageplaatsen gedaan. Ja. Dat situeert zich een flink stuk van knokkenheist. Ik ben in Brussel opgevoed geweest, dat klopt. Ik ben er wel niet geboren, maar mijn jeugd heb ik in Brussel. Mijn mama had een schoenwinkel, dus ik heb daar mijn jeugdjaren. Maar we zaten van kinds af vakanties altijd in Knokken. Ja. Wanneer dan deze kant uitgekomen? Oh, ik denk mijn eerste plaats was ik toen ik 14 jaar was. Dat was een vakantiejob in de Olivier. Dat bestond nog maar een paar jaar. Daarvoor noemde ik dat Don Pepe aan de casino. En dan heb ik meerdere keren in Hotel La Reserve de vakanties doorgemaakt. Goh, vroeger was dat nog Sofitel, als ik mede-directies, mede-chefs leren kennen. Ik heb de huidige chef, die dat nu toch ook al, denk ik, 35 jaar zit, Yvan, leren zien binnenkomen. Dus ik heb het er allemaal meegemaakt. En ondertussen heb ik op meerdere plaatsen gewerkt. En ook in het buitenland, ook in sterrenzaken. Ooit in de eerste 3 sterrenzaken in België gewerkt, in de Villa Lorraine. En ja, ik werd toch altijd aangetrokken, Knokken. Dat is voor mij, ja. Moest ik hier niet wonen en werken, kwam ik hier op vakantie. Maar ik woon en ik werk hier, dus ik ben hier alle dagen op vakantie. En dus ondertussen 30 jaar de Savoie in de Dumortierlaan? En ja, dat is niet altijd mijn leien dakje. Ik heb ook mijn peren gezien. Ik heb moeilijke dagen gehad. Ik heb heel zware momenten meegemaakt. Ik heb veel gedacht. Ja, ik zal het niet meer verder kunnen volhouden. Door eerst een scheiding toch meegemaakt. Mijn eerste vrouw door haar geaardheid uit elkaar gegaan. We deden samen de zaak. Zij deed de zaal en ik houde me in de tijd daar niet mee bezig. Maar van de ene dag op de andere dag moest ik die twee zaken als jonge zelfstandige alleen doen. Dat was toch hard. 5 jaar alleen doorgepakt. Met toch een goede ploeg personeel. En dan heb ik gelukkig mijn tweede vrouw leren kennen. Die van de verpleegkundige wereld kwam. En die dan toch haar job laten varen heeft voor bij mij in de zaak te komen. Want je moet toch, als je zo'n zaak runt, zijn je best als koppel. Zowel één in de keuken als in de zaal vind ik nog altijd het plezantste. En ja... Ik heb ondertussen ook al een keer kanker gehad en moeten doorzetten en gezondheidsproblemen gehad. Maar we varen er altijd door en het maakt ons altijd sterker, dieptepunten. Dus we zijn nog altijd fier en nog altijd blij dat we dat kunnen doen. 30 jaar de Savoie, wat is voor jou het ultieme gerecht? Het ultieme gerecht? Goh, ik denk dat ik heel fier ben op mijn producten zoals Tarbot, mijn hoppenscheutjes. Daar heb ik toch al heel veel complimenten gehad tot... Om grote criticus van de horeca zelf toe. Ja, ik ben de man die graag vis klaarmaakt, de kabeljauw. Ik heb succes ook met een eenvoudig product, gelijk met mijn schamping gember. Dat is misschien iets, een schamping, maar het is van de eerste dag op mijn kaart en het meest verkochte product. Garnaalkroketjes verkopen we heel vlot aan de kust. Ja, de mensen hebben dat nu eenmaal graag. Maar mijn lunchen zijn gekend. Mijn
de visbreiding, kreeft, tarbot, ja, noem maar op, paling ook. Als ik er en der kijk, ik zie overal, maar dan ook overal, vacatures. Het krioelt, hè, richting horeca. Van chefs tot barman, tot souschef, tot noem het maar allemaal op. Hè. Honderden vacatures lees ik. Dat is een domper. En dat is, ik denk, voor ja, veel collega's. Ik moet maar niet meer straat, ik moet maar niet op een... Hier bij de collega's in de buurt, iedereen is daar ja, echt het slachtoffer van. We vinden, ja, er is weinig, zijn weinig werkzoekenden. En we zitten hier ook in Knokke op een eiland, hè, Paar de Zee, Nederland. Allemaal appartementen van boven de 500.000. Dat zijn die mensen die hier wonen. Dat zijn allemaal mensen die geslaagd zijn, die een bepaalde leeftijd hebben, die hier komen wonen, die komen geen job niet meer zoeken. Dus een betaalbare gezinswoning, huisje met een tuintje, met gezin, dat heb je niet. En dus die gasten die dan overblijven, minder gehuisvest, dus we vinden hier, alleen men komt hier niet. Of anders moet je tegen Brugge wonen of tegen Blankenbergen wonen, maar daar is concurrentie voor de horeca genoeg. Dus wij vinden hier heel moeilijk aan personeel. Dat is echt ja, ramp. Maar het is al sowieso algemeen in gans België. Maar bij ons is het toch een keer een slag erbij. En plus, als ze moeten twee keer op een dag komen. Parkeerproblemen, voor hier te geraken. Men heeft maar smiddags een uurtje vrij of twee uurtjes vrij. En tegen dat ze thuis zijn, moeten ze alweer keren. Dus dat mankement hebben we ook, ja. Oké. We gaan met een positieve noot eindigen. Ja. Op naar de... Zoveel jaren nog? Ik hoop het zo lang mogelijk te kunnen doen. En de gezondheid is het belangrijkste. En de vorige keer kwam die met negatief verhaal. Dat was met de COVID. En nu komen we met een positief verhaal. En ik hoop dat het de volgende keer, als je terugkomt, weer met positieve verhalen. Maar nee, we zijn fier. Heel fier. Ik ben heel fier dat ik dat 30 jaar al doe. En ik hoop dat ik dat nog vele jaren mag doen. We kijken er naar uit. Nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel. Voilà, al de ervaring is daar. De Savoie in de Dumortierlaan. De liefhebbers, de lekkerbekken, moeten maar even voorbij komen, zou ik zeggen. Sifan Knokke-Heist. Via FM, Facebook of onze app.